heer Smolders uit om dit agendapunt toe te lichten. En wat mij betreft pakt u gelijk uw eerste termijn daarbij. Meneer Smolders. Ja, dank je voorzitter. De boomhut. Ja, inmiddels heeft iedereen er van gehoord. Jammer genoeg, want het was geen goede publiciteit voor onze stad. Dat heeft natuurlijk ook een bewoner, heeft zich daar zorgen om gemaakt. En die heeft ons begin augustus, 1 augustus, heeft hij ons een e-mail gestuurd als fractievoorzitters. Wat er aan de hand was. Het was de heer Van den Brand. Ik denk, ik ga er maar gauw naartoe, want een week later ging ik op vakantie. Dus morgens ging ik er al vroeg naartoe, er was helemaal nog niemand. Maar ik kom daar aan en ik zag daar inderdaad de planken in een boom hangen op 1,80 meter. Ik kon er zo met mijn hand bij, dus ik moest er eigenlijk een beetje om lachen. Dus ik denk, ja goed, wat zal ik hiermee doen? Zal ik het als rondvraag gaan behandelen? Dus ik heb het in eerste instantie gewoon als rondvraag, want ik ging er niet vanuit dat het afgebroken zou gaan worden. Dit alles in die buurt waar de sociale cohesie zo groot is, en uitzonderlijk trouwens, op de dag van vandaag. Jong en oud speelt daar met elkaar. Ouders van kinderen en ook ouders die geen kinderen hebben, kunnen heel veel van elkaar hebben. De kinderen zijn van tevoren heel het pleintje afgegaan om handtekeningen of de ouders het goed vonden dat ze daar een boomhut en een voetbalveldje zouden plaatsen. Dus het gaat daar allemaal in goed overleg. En daarom was het ook des te treurig hoe dit allemaal af is gelopen. En ja, jammer genoeg heeft het heel veel publiciteit gekregen, want dat is niet goed voor de stad. Het was zelfs landelijk nieuws. En dan is er toch echt wel iets aan de hand. Je moet juist blij zijn dat die kinderen eindelijk eens achter die computer uitkomen en met elkaar op de straat gaan spelen, klimmen en noem het maar op. En ik heb zo eens links en rechts in mijn speeltuintje gekeken en er zijn gewoon veel en veel gevaarlijkere toestellen die gewoon door de gemeente geplaatst zijn en hogere toestellen als wat daar eigenlijk stond. De mensen waren zeer ontdaan toen toch plotseling in één keer een aantal boa's daar stonden. Twee politieagenten en een aantal mensen van de diamantgroep. Nou was het maar goed. Ze begrepen ook niet waarom dat er politie bij moest zijn. Want als ergens een vredige buurt is, is het daar wel. Dus ja, die zullen nooit tegen het gezag ingaan. Alleen ze waren wel heel teleurgesteld en protesteerden natuurlijk. Maar de boa's, die gingen eigenlijk op een manier te werk dat heel veel indruk heeft gemaakt op die bewoners. En gelukkig waren er dan toch nog twee agenten bij. En die mensen van Diamant, die hebben zelfs nog die boa's af en toe gewoon echt op hun verantwoordelijkheid gewezen om een beetje normaal te doen. Nou zeg ik ook niet per se dat die boa's daar, die zijn er ook niet echt voor opgeleid voor dit soort dingen. Ik vind ook dat een wijkwethouder of überhaupt een wethouder dit moet bewaken in een wijk. En dat is ook waarom ik altijd al pleit. Kijk, wijkwethouder, het is allemaal heel leuk voor de verkiezingen. Maar uiteindelijk is zoiets veel serieuzer te nemen. Eigenlijk zou je gewoon één wethouder moeten hebben voor alle wijken. He, een soort EHBO, dus eerste hulp bij bestuurlijke ongelukken. Dan voorkom je in ieder geval al die publiciteit en die onzin. Ik zeg niet altijd, maar veelal wel. Nou, één bewoner die heeft een brief geschreven aan de burgemeester, omdat hij toch ook wel zeer teleurgesteld was. En gelukkig bemoeit de burgemeester er zich nou mee. De heer Appels is daar ook aangenaam door verrast. En laten we dan die negatieve wijze van optreden en die publiciteit, laten we die dan maar zo snel mogelijk omgaan buigen naar een positief iets. Zodat ook die media die dit allemaal toch wel in de gaten houdt, straks kan melden dat er een aantal zaken goed zijn opgelost. Want er staat al iemand klaar, een professionele boomhutbouwer, die wil dat zo doen als wij als gemeente daar vergunning voor geven. Dus het kost niet eens nog geld. Terwijl die buurt zelfs nooit een beroep heeft gedaan op Vrijkie Wijk of noem het maar op. Hun betalen zelf hun eigen buurtfeest. Het is echt een bijzondere wijk. Er is nog een klein voetbalveldje. Misschien dat je daar inderdaad in de foto die ik genomen heb zit hier bij de stukken bij. Dan kun je een beetje zien waar het om gaat. Klein voetbalveldje en een
ja, heel onschuldig boomhutje, waar zelfs een man van boven de 80 als een soort coördinator mee die kindjes daaraan gewerkt heeft. Dus het is alles bij elkaar, is het echt een treurig verhaal. Ja, ik moest er eigenlijk ook bellen, ergens moest ik erom lachen, maar van de andere kant is het heel triest. En ik heb begrepen dat de burgemeester er binnenkort naartoe gaat, dus ik ga ervan uit dat dit goed opgelost gaat worden. Dat was mijn eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Smolders. Loop ik even de andere fracties af of ze hier nog wat aan toe willen voegen. Kijk naar de SP, geen behoefte. TVP, VSP, PvdA, CDA, meneer Robben. Ja, ik vind dat het misschien wel goed is om heel nadrukkelijk de heer Smolders te ondersteunen in dit geval. Soms heb ik wel eens problemen dat de heer Smolders misschien iets te fel is, maar voor mij had hij hier niet fel genoeg kunnen zijn. Ik vind het echt van de absurde tijd. Het zijn aardige onderwerpen op feestjes. Als ik naga dat op feestjes dan alleen maar gesproken werd over de boomhut, het belachelijke van waar hebben ze de tijd voor om dat in de gaten te houden. En ben blij dat kinderen buiten spelen op een creatieve manier. En het gaat over vuilnisbakken. En ik vind het eigenlijk beide jammer dat hier in deze stad niet echt op een fatsoenlijke manier aangepakt wordt. Dus nogmaals een ondersteuning voor de heer Smolders in dit geval. Maar zo fel ben ik niet. Ik zeg gewoon altijd alleen de waarheid. We moeten niet gaan overdrijven, heer Smolders. Gaan we door naar de VVD? Nee, geen behoefte. GroenLinks, geen behoefte. Lokaal Tilburg. Voor Tilburg. Ja, ik wel hoor. Want die boomhut die wordt verjuridiseerd. Dat is toch eigenlijk belachelijk. Ik ben blij dat LST dit op de agenda heeft gezet. Want overheidsparticipatie is natuurlijk nauw aan ons hart. En in het coalitieakkoord wordt ook nog gezegd, we maken serieus werk van overheidsparticipatie. En dat betekent dat de gemeente meedenkt en meedoet met burgers en organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Nou, in dit geval is dat zeker niet gebeurd. Dus willen we eigenlijk vragen aan de burgemeester of het college van waar ligt dan precies die grens met het meedenken en het meedoen. Maar. Dank u wel. Kijk je naar D66. Meneer Blommestein. Ja, voorzitter, dank. Vooral dank mijn fractie dat ik op dit gewichtig dossier mag woordvoeren. Zeker als je weet, het is een interessant dossier, maar zeker als je weet hoe de gemeente in het verleden meedogenloos ingreep als een inwoner. Het in zijn hoofd haalde op de erfgrens. Een plantje neer te zetten wat misschien net over de rand kwam en dan gedreigd werd om op eigen kosten dat te laten weghalen. Dus ik verwacht nu ook dat de gemeente net zo meedogenloos ingrijpt. Want je wilt dus altijd een consequente overheid. Dus verslagen overdreven. Wat ik wel interessant vind is het statement dat de gemeente nu indachtig dat vreselijk ongeluk in het zwembad de verantwoordelijkheid meent te hebben. Je hebt precies als oudelijke verantwoordelijkheid. Maar wat zegt jurisprudentie over onze verantwoordelijkheid voor al die andere boomhutten en klimtuigen waar een ongelukje kan gebeuren? Dus ik hoop dat de burgemeester afstand kan nemen van dat standpunt dat dit ingegeven is door het gevoel voor veiligheid. En verder steunen wij de heer Smolders volledig in dit onderwerp. Dank u wel. Afsluitend, opa. Dank je wel, meneer voorzitter. Ik ben niet uit een boomhut gevallen, dus wat dat betreft valt er wel mee. Maar ik wou, D66 pakte het puntje net van me weg. Ik heb me gigantisch geërgerd aan de vergelijking met het ongeluk in het zwembad in de Reeshof en de boomhut. Ik werd er gewoon echt een beetje onpasselijk van. Dat een woordvoerder van de gemeente, iemand gestudeerd in communicatie, dit soort vergelijkingen durft te publiceren. Het is werkelijk, het is gewoon niet ik heb er geen woorden voor en ik hoop in ieder geval samen met D66 dat soort zaken nooit meer voorkomt. Dank u wel, meneer Van Beurden. Is het woord aan de burgemeester. Ja, je kunt de hele geschiedenis nog eens met elkaar doornemen. Ik vond naast die brief van Van der Brand, heet die geloof ik ook een brief van een andere bewoner, waar je dan ook achter het incident, hè, en zo'n incident kun je van zeggen, dat is een niet ongebruikelijk conflict tussen regels en zelfinitiatief. Dat we moeten leren om daarmee om te gaan. En als je dan de brief van Appels leest, dan zit daar ook
iets in over van hoe vinden partijen elkaar nou in een wijk die je moet koesteren als het gaat om sociale cohesie. Waar we die ruimte geven, dat idee van ruimte geven moeten leren. En dat wringt daar. En ik heb zoiets, ik ga er eens even op af. Ik ga met al die mensen eens zitten. En als er een leuk initiatief is waar mensen weer een stukje verder komen met samenleven, toch... in een wijk waar je trots op moet zijn, maar waar je ook voorzichtig mee moet zijn qua sociale cohesie, dan gaan we dat gewoon doen. En dan kan je vervolgens de boomhut nog eens helemaal op de snijtafel leggen. Ja, op de een of andere manier vinden we het niet leuk als er forse dingen aan een boom gespijkerd worden. Kwetsbaarheid van speeltoestellen. Dus kom je allemaal in dat soort thema's terecht. Van Beurden heeft gelijk, ik vond die vergelijking met het zwembad absoluut ongepast. En zo zit het ook niet. En dan is het met bewonersinitiatief, zelfinitiatief en regelgeving, is het altijd manoeuvreren. Maar ik vind dat je moet beginnen met positief oppakken van wat er in een wijk gebeurt. En dat is voor mij reden met... een aantal bewoners daar is te gaan praten en van de nood een deugd maken. Het is te kijken wat kunnen we wel doen voor kinderen die wat willen in een buurt. En dat gesprek dat probeer ik zo snel mogelijk te hebben. En dan gaan we niet zitten bomen over boomhutten. Maar dan gaan we gewoon kijken wat er kan gebeuren om toch met plezier weer samenleven in een wijk te stimuleren. Dus zo zit ik erin. Dank u wel, meneer Smolders, tweede termijn. Ja, dank je voorzitter. Het is inderdaad blijven nadenken en dan denk ik ook dat je inderdaad besluiten en ook mochten ze eventueel opgeruimd blijven, want had zo'n boomhut bijvoorbeeld 4,5 of 5 meter in de boom gehangen, dan had ik daar nog wel over inderdaad in discussie willen gaan dat het ding inderdaad wel weg had gemoeten. Maar dat was natuurlijk niet het geval, dus gewoon inderdaad zoals de burgemeester zegt blijven nadenken. En zo snel mogelijk weer die positieve kracht uit die wijk weer gewoon ten volle gaan benutten. Dus ook weer de beeldvorming om gaan buigen. En juist, het CDA had over dat ik iets te fel ben. Nee, ik pak altijd door. Dus ik blijf inderdaad op een dossier doorgaan, terwijl anderen afhaken. Maar dat is niks met felheid te maken. Dat heeft te maken met ergens voor staan. En uiteindelijk had ik ook inderdaad heel erg... was ik teleurgesteld over het zwembadincident wat hierbij gehaald werd. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Maar ik denk, laat ik het daar niet over hebben. Laten we het weer gewoon zo snel mogelijk omdraaien. Dat we er positief in die wijk weer mee kunnen aankomen. En die mensen weer gewoon een beetje vertrouwen gaan krijgen in de overheid, in de gemeente. En binnenkort weer gewoon een leuke boomhut hebben. En een voetbalveldje wat netjes opgeknapt is. Dankjewel, voorzitter. Dank u wel, meneer Robbe, behoefte aan tweede termijn. Ja, ik wil even vaststellen dat de vakantie de heer Smolders in ieder geval goed gedaan heeft. En dat is belangrijk. De vorige vakantie was ook al het geval. Dank u wel. De vakantie ervoor ook. Door naar de VVD. En pardon. Het is toch belangrijk om die beeldvorming maar gewoon Nee, dat is een grapje, heer Smolders. Ik wil de burgemeester meegeven, als je toch aan het praten gaat met de buurt bijvoorbeeld, maar dat je ook met zijn ambtenaren eens gaat praten. En die ambtenaren meegeeft dat ze met wijsheid met bepaalde zaken omgaan. Ik ben blij dat bij ons in de wijk blijkbaar ambtenaren wonen, of werken, beter gezegd. Die niet er allemaal zo flauw naar kijken en dergelijke. Want daar hebben we gewoon ook nog een gelukkig een boomhut in langs het fietspad. Dus die gaan er goed mee om. En ik woon overigens ook in een buurt die heel prettig is en heel gezellig is. Maar waar een ambtenaar het voor elkaar krijgt om vanwege Europese wetgeving 2 wipkippen... Vergis u niet, 2 wipkippen die er 35 jaar staan, ja, met allerlei geweld en dergelijke weggegaan. En dus teruggebracht tot 1 wipkip, die een slag gedraaid is. Echt, het is precies zo. Ik weet niet wat het allemaal gekost heeft en dergelijke. Maar dat had met veiligheid te maken, waar ambtenaren al niet de tijd voor hebben om dat in de gaten te houden. En onvoorstelbaar dus, praat met die ambtenaren en geef ze een cursus wijsheid mee. Dat wil ik even stellen.